voor de politiek-bestuurlijke vraag is het een goede onderbouwing hoe je zo optimaal mogelijk naar een belangrijke ambitie kan gaan. En daarvoor was het voor mij ook heel belangrijk om ook met de Provinciale Staten een gesprek aan te kunnen gaan. Hoe zorgen we nou voor dat we bij zo'n vervangingsmoment zo'n groot mogelijke vervanging naar zero emissie voor elkaar kunnen krijgen. Dus daar is het relevant voor geweest. Dus het helpt ons als politiek en als bestuurders om een goede afweging te maken. Maar vooral een afweging die ook uit een ambitie is ontstaan. Een ambitie om zo snel mogelijk die vervanging te doen. Wij vinden het belangrijk schone lucht, maar ook inderdaad emissieloos. Tot we dat laten landen in onze stad. Keuzes van wat is dan het oplaadsysteem? Heeft dat inderdaad een meerwaarde? Kan je die kwijt in de openbare ruimte? Wat doet dat? Met ook het gebruiksgemak. Moeten mensen langer op een bus wachten? Duren de ritten langer of niet? Al die afwegingen moet je goed scherp in beeld hebben. Wil je daarna een goede bestuurlijke keuze kunnen maken? En dit model geeft ons inderdaad de mogelijkheid om die bestuurlijke afweging goed te kunnen maken.